Hoe lang wacht u hier al voordat de tent open gaat? 8:50 meestal. 8:50 bent u hier al? Ja. Maar de dienst begint pas om 10:00? Ja, maar de tent gaat om 9:30 open. En dat doet u dus al 38 jaar lang? Ja. Zit u altijd al, om 8:50 zit u al? Sta ik hier, ja. Nee, ik sta hier al bijna een half uur. Ik sta hier al vanaf 9:15. Vooraan, kijk, beter genieten dan helemaal achteraan. Als je dus op de grote scherm kan zien, dan kun je het eigenlijk net zo goed zien als je vooraan zit. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje onnodig. Vind ik wel. Hoe dichter je bij het podium bent, hoe meer contact je hebt met wat er gebeurt. Ja. Begrijpt u de mensen die hier al heel erg lang staan te wachten op een plekje vooraan? Ik begrijp het wel, zeg maar. Voor ons is het, voor mijn broer is het gewoon lekker dat hij gewoon lekker binnen zit. Want als hij hier buiten zit, dan is het... En dan krijg je het gewoon heel zwaar met zijn gezondheid. Wat vindt u ervan dat mensen zo vroeg hier zijn om toch dat eerste plaatje te bemachtigen? Ja, prachtig. En vooral, er zijn mensen die staan elk jaar vooraan. Daar heb ik ook al een band mee, omdat ik ook al jaren dit mag doen. En die hebben het er gewoon voor over om alles goed te kunnen zien. Dus ja, mooi dat ze vroeg zijn. Ja. Bent u blij dat u vooraan zit? Ja, want het is nog nodig ook. Ik kan slecht zien. U kan slecht zien? Ja, en ik ben van jongs af diabetes. Als ik tussen de mensen in zit, is het veel vermoeiender. Ja. Ik sta 1,5 uur van tevoren te wachten, ik te behalen. Ja. Hoe lang doet u dat al? Dat u zo vroeg hier staat? Nou, een kleine 10 jaar wel.